Vandaag, op woensdag 19 juni, werd het startsein gegeven voor weer een onderdeel van het Centrumplan. Deze keer voor de verbouwing van de toeristenkerk tot brede maatschappelijke voorziening voor de kern Gulpen. In de loop van de ochtend werd de plek waar het allemaal gaat plaatsvinden al gemarkeerd met een bord. Dit bord werd 's middags door gedeputeerde Hans Teunissen met hulp van wethouder Guido Hoeben onthuld. Ja, ik ga niet herhalen wat ik binnen gezegd heb voor de mensen die hier nu aangekomen zijn, met name de pers, welkom. En dat we nu even symbolisch de start gaan markeren van de bouw van de toeristenkerk en onthullen hierbij het bouwbord. 1, 2, 3, plaats.